vertelt u nog eens over de oorlog? Ja, ja, houten panden. Heeft u veel steun aan uw sociobot, mevrouw Leenders? Hè? Vindt u het gezellig met uw sociale robot, Ida? Oh, dat ding daar? Nou, het doorbreekt de stilte, zullen we maar zeggen. Hè? Tulpenbollen? Wat erg. Tulpenbollen? Wat erg. Ja. Voelt u zich wel eens eenzaam? Nou, toen mijn man nog leefde wel. Maar nu niet meer? Nee, ik heb nu die slimme apparaat, hè. Dit is Nano, de elektrische poes van de thuiszorg. Die heb ik gekregen toen het te duur werd om even langs te komen voor een praatje. En Roomba daar is de robotstofzuiger. Die heb ik van mijn zoon gekregen. Toen hij niet zoveel tijd meer had om langs te komen. En die kwek daar op tafel, dat is Ida. Dat is mijn sociobot. Daar kan je een leuk praatje mee maken. Als je ertussen komt tenminste. Ja. Maar u geeft Ida geen antwoord. Ja, dat gemeier over de oorlog, dat weten we nu wel, hè. En ik vind het toch ook wel een beetje gek om met een poes op batterijen te gaan lopen kroelen. Ik ben de Efteling tenslotte niet. Hoor. Ja? Ah, daar ben je dan. Kom erin, jongen. Goeiedag, mevrouw Leenders. Dag, Ron. Daar zijn we weer. Wat is vandaag het probleem? Ja, ja. Tulpenbollen. Toch weer die heup. Neem maar even technisch. Ja, oh ja, het is die Ida. Blijft een beetje hangen. Ze raakt niet uitgevraagd over die oorlog. Nou, ik ben er wel een beetje klaar mee, hoor. Gaan we daar eens even naar kijken. Kopje koffie, Ron? Ik dacht dat u het nooit zou vragen. Dus u voelt zich niet zo eenzaam, mevrouw Leenders? Wel, nee. En dat komt toch door die apparaten, zegt u? Ja, die doen de hele tijd raar. Dus ik heb elke dag eigenlijk wel een monteur over de vloer. He, die komen dan wat doen aan die instellingen. Gezellig. Twee klontjes. En geen melk, toch, Ron? Ja. Hoe is het nu met je dochtertje? Duurt ze alweer op de fiets nadat ze zo hard gevallen was? Ja. Nieuwe zijwieltjes geïnstalleerd. Loopt weer als een zonnetje. Met mevrouw Leenders. Hi, lieverd. Wat fijn dat je belt. Zegt die robotstofzuiger. Ja, het is heel lief dat ik die van jullie gekregen heb, hoor. Maar die staat de hele dag tegen de tafelpoot aan te rijden. Ja, de hele tijd. Tegen de tafelpoot. Dus als je even langs zou willen komen, heel graag. Ja, ik ben ook maar een vrouw alleen. Ja, tot morgen. Nou, mevrouw, hij doet het weer. Als u hier even zou willen tekenen. Ja. Het was weer gezellig en bedankt voor de koffie. Ja, dag Ron. Tot morgen. Hé, gezellig. Vertel u nog eens over de jaren 70. Vindt u het niet vervelend dat die apparaten zo snel stuk gaan? Stuk gaan? Ja, dat ze het niet meer goed doen. Nou, ze doen precies wat ze moeten doen. Maar wat zo'n stofzuiger daar doet, dat is toch heel raar? Nee, joh. Heb ik zelf zo ingesteld. Dat staat gewoon in de gebruiksaanwijzing. Oh, dat moet. Bij Ida heb ik twee conflicting commands geprogrammeerd. En in de root een andere reboot-sequentie aangemaakt. Nou, en die nanopoes staat op een andere wifi-frequentie. Dus daar is mijn kleinzoon dan weer een uurtje zoet mee. Hé? Ja? Tafeltje, dekje. Ja, komt erin. Goedemiddag. Ja, de magnetron die knettert. En dat vind ik een beetje eng. Zou jij er misschien heel even naar willen kijken? Ja hoor. Sinds de vooruitgang ben ik een stuk minder eenzaam. Je moet alleen even weten hoe je ze moet gebruiken, hè? Zeg, jij blijft zeker wel een appie mee eten, hè?